Wie hebben we voor de camera? Ja, ik ben Carola Mokveld, beeldend kunstenaar uit Vught. En ik geef regelmatig lessen en workshops op scholen of aan volwassenen. Ja, en waar hebben we net naar staan te kijken eigenlijk? Ja, net hebben we gekeken naar kinderen van de basisschool De Klimop. De groep 3-4 hebben jullie nu gezien, maar ja. Ik ben de hele dag met alle verschillende groepen bezig. En die zijn met bezig. Ja. En dan ben ik hier gekomen via Plaza Cultura. Dat misschien... wil vrijwillig ja, daar misschien wel leuk over te vertellen. Ja. Plaza Cultura bemiddelt eigenlijk tussen scholen en kunstenaars. Dus zij hebben heel goed zicht op de scholen die zij bedienen. Ja. Wat die scholen voor vragen hebben. En dan zoeken zij kunstenaars erbij, want zij kennen ook de kunstenaars, wat die in huis hebben. En dan beginnen we vaak met een gemeenschappelijk gesprek om te inventariseren. En waar ik dan zo blij mee ben, net als Dian, die doet dit dan nu met mij, met deze school. Dian kan heel goed vragen stellen. En dan krijg je ook heel helder een beeld wat nou eigenlijk de vraag van de school en de leerkracht is. Want dat is natuurlijk belangrijk. En je kan als kunstenaar natuurlijk denken, nou, ik heb een hartstikke leuk idee, ik ga dat doen. Ja. Maar dat is niet wat we willen. We willen ook vanuit de cultuurloper, daar heb je misschien ook enige kennis van, willen we kijken hoe we de scholen dus niet alleen een leuke dag bezorgen of de kinderen een leuke middag of wat dan ook. Maar het moet ook educatief verantwoord zijn. Dat moet, we gebruiken nu een doorgaande leerlijn. Dus dat leerkrachten zien van nou een doorgaande leerlijn in druktechnieken zou je zo kunnen doen. Ik sluit aan dan bij het thema van de school. Doorgaande leerlijn. Dat is voor mij nog even een vreemde term. Ja, dat is dat je bijvoorbeeld met druktechnieken, dan ga je niet in de kleuterklas, ga je niet met linosneden beginnen. Dat is al gevaarlijk en vraagt ook behoorlijk wat inzicht. Okay. Dus bij de kleuters begin je met bijvoorbeeld foam en daar kras je in. Mm-hmm. En dat kunnen ze afdrukken. Ja. Dat is het simpelste. En een stapje moeilijker is wat jullie nu gezien hebben, is dat ze monoprint maken. Ja. Dus dan krassen ze op hun tekening en dan wordt dat, als ze dat omdraaien, een druk. Nou, groep 5-6 die gaat dan weer naar karton drukken. Dus die gaan eerst een ontwerp maken, dat plakken ze op en dat drukken ze af. En dat doet u ook allemaal? Ja, dat doen we dus groep naar groep, zal ik maar zeggen. Ja, Okay. Dus dit is dan druktechnieken, maar dat kan je ook bijvoorbeeld bij cyanotopie, dat is blauwdruk, dat is heel iets anders. Maar kun je ook beginnen met wat je bij de kleuters aanbiedt en dat steeds meer moeilijker maken en meer verdiepend voor de bovenbouw. En dat is wat we ook willen laten zien aan leerkrachten, dat juist ook die beeldende vakken, die culturele vakken, dat geldt ook voor muziek en dans, dat het even uit het hoekje van leuke dingen is, mm-hmm. maar dat het dus ook zo'n bijdrage kan hebben. Ja. Ik noem iets van die linosneden, en dat geldt voor alle druktechnieken, de kinderen ontdekken dat ze in spiegelbeeld werken. Bij linosneden komen ze ook achter dat de eerste druk, halen ze alles weg wat wit moet blijven. Ja. De tweede druk moet ze alles weghalen wat bijvoorbeeld blauw moet blijven. Dus ze zien dat dat plaatje wat zo leuk was, dat er eigenlijk helemaal niks van overblijft. Dus ze moeten nadenken, als ik nou dat rood wil maken, wat moet ik dan op een plaatje weghalen? Dus het is ook niet alleen van leuk, je moet ook goed nadenken om de juiste dingen weg te stellen. En hoe deed deze klas het? Ja, hartstikke goed, hartstikke goed. Zitten de potentiële kunstenaars in de dop? Iedereen heeft een kunstenaar in zich. Dus dat is, en dat is wel leuk als dat op scholen ook... Je ziet ook het enthousiasme van de kinderen is heel groot. Het is alle groepen, alle kinderen. Ik heb er geen één gehad die niet enthousiast was. Dus kinderen die hebben dat allemaal in zich. En het is ook leuk dat sommige kinderen zijn heel goed in rekenen en taal. En sommige kinderen hebben daar wat meer moeite mee. Maar dat zien leerkrachten ook dat ze in dit soort vakken ineens zo opbloeien. Het hoort er gewoon bij. En het is ook echt heel goed, kan het ondersteunend zijn voor de andere vakken. Ja. En Plaza Cultura doet daar dus juist heel mooi de... Dan wil ik de vraag zeggen, hoe zijn jullie met elkaar in contact gekomen? Of hoe hebben ze u gevonden? Ja, of is het anders omgegaan? Dat gebeurt dan zo bij mij tussen de regels door eigenlijk. Omdat ik vroeger heb ik op de PABO les gegeven. En toen ben ik in Den Bosch voor Babel gaan werken. Eerst trouwens helemaal niet. Eerst gewoon oud-studenten die vroegen of ik op school kwam werken. Dus nou, hartstikke leuk ging ik doen. En toen kwam ik met Babel, die kwamen mij op het spoor. Dus het gaat eigenlijk vanzelf, van het een naar het ander. Zo rol je er gewoon in. Zo rol je erin. Maar het is heel leuk dat we elkaar hebben leren kennen en elkaar weten te vinden. En dat zij weten wat ik in huis heb. En dat ik op hun kan bouwen, dat zij een goede brug slaan. En ook meezoeken naar, want dat vind ik dus belangrijk, dat we dus niet
gewoon ons pakketje afleveren op school. Van nou, hè, schrijf maar in, dit ga je nou doen. Nee, dat zij meekijken, wat is nou wat die school nodig heeft. En het is voornamelijk scholen of zit u ook bijvoorbeeld bij tehuizen of ik noem maar wat? Hobbyclubs ook, of weet ik veel. In de zorg, ja. Hobbyclubs ook. Ja. Ik heb zelf ook nog mijn eigen bedrijf waar ik dus workshops verzorg. Okay. Maar plaatselijke culturen zit inderdaad wat breder. Dus de een doet de scholen, de ander doet ook, hoe noem je dat? Het verbindende werk in Vught, zal maar zeggen. Ja, ja. Van, we hebben vanmiddag trouwens weer een vergadering van met alle culturele groepen bij elkaar gaan we kijken van wat kun je voor elkaar betekenen. Dus de meerwaarde. Ja, echt, het is echt een meerwaarde dat je elkaar kan vinden. Ja. Zo, en de groep dadelijk, wat gaan we dadelijk zien? Direct komt, komt dezelfde leeftijdsgroep, dus die gaan ook deze techniek weer doen. Okay. Hè, dus die, begin ik weer met de uitleg. Hè. Ja. Gaan we kijken wat hebben we vorige week gedaan en hoe gaan we daar deze week weer mee verder. Dus je gaat eigenlijk hetzelfde doen. Ja, okay. Dus vandaag is het allemaal groep 3-4. Gisteren had ik groep 7-8 en de onderbouw, groep 1-2. En morgen is dan kartondruk groep 5-6. Oké, En na deze school, wat staat er voorlopig op het programma? Ja, dan heb ik maandag weer een eigen workshop. En dan heb ik in november heb ik een tentoonstelling. Dus ik, als kunstenaar exposeer ik ook nog. En dan heb ik in november weer een school in Bokstel. Die gaan dan met cyanotypie, wat ik vertelde, blauwdruk aan de slag. Wat is de kunst die u zelf exposeert? Ja, op dat moment is ook heel breed. Ik noem het maar mixed media. Van allerhande technieken. Mm-hmm. Maar wat ik. En daarom kan ik op scholen ook veel aanbieden, omdat ik veel technieken beheers. Ja. Maar mij gaat het om het verhaal. Dus wat ik nu ga exposeren, dat heeft met reizen te maken. En dan gaat het over reisdekens die ik op reis maak. Maar ook over reizigers. We zijn allemaal reizigers in het leven. Nu even niet. Ja, wel. In het leven ben je toch een reiziger. Okay, ja. Ja, zo zie je. Ik trek het altijd door. Hè. Alles is code oranje. Ja. Maar ook daarin reizen we nog. En ook de beperking van reizen levert ook weer wat op. Ja. En we hebben allemaal onze bagage. Hè? Dat weet je ook. En dus ik exposeer daar die reisdoeken die ik letterlijk gemaakt heb op reis. Maar ook reizigers en ook bagagewagens. En dat zijn dan schilderijen of zijn dat beelden? Nee, het is textiel en ruimtelijk werk. Veel van afvalmateriaal. Ja. Ja. En dat zijn ook dingen dan, hè. Dat kan op school ook. Hè. Scholen hebben vaak minder geld. Ik heb ook wel eens op een school gewerkt. Die zei, we willen graag schoolbreed thema Afrika en we hebben geen geld voor materiaal. Nou, dan ga ik in het hok kijken, wat hebben jullie wel? Ja. En dan ga ik vanuit wat ze hebben, heel veel blikjes appelstroop. Dat is heel modern, hè? Ja, dat is hartstikke leuk. Ja, maar dat is ook heel goed natuurlijk. Hè? Scholen hebben gewoon niet zoveel geld. Maar het hoeft ook niet allemaal in dure materialen te zitten. Het is juist zo leuk, en dat zien kinderen ook, dat je van afvalmateriaal heel veel kan maken. Ja. En dat is, ik vind het hartstikke leuk werk. Enthousiast, hè? Ja. Je loopt je benen uit. Ze willen je allemaal tegelijk graag hebben. Ja, zo gaat dat. Hè? En dat is ontzettend leuk en bevredigend werk. En dat vind ik op deze school. Het is een hele leuke school, de Klim op in Haren. Dat wil ik ook nog even vermelden wel, want dat mag echt gezegd worden. We zullen de reclamepingel eronder. Nou, maar het is voor Vught, geloof ik. Dus maar het is echt hartstikke leuk hoe alle docenten meewerken. U zag ook allemaal ouders die dan komen ondersteunen. Ja, en dan past alles bij elkaar. Hè. Net zag ik de conciërge lopen. Nou, die geeft mij ook steeds de ruimte. Die zorgt ervoor dat ik weer een schone prullenbak heb. De tafels heeft dit allemaal gedaan. Dus het is niet van alleen de kunst, nou, helemaal niet. Je hebt een heel. Vergt wat voorbereiding. Ja, voorbereiding. Hè, zowel op de school als dus die belangrijke plek van Plaza Cultura. Die dus ook zorgt dat het betekenis krijgt. En dat het uitstijgt boven het leuke dingetje. Ik hoor de tweede groep al binnenkomen. Ja, die komen binnen. Dus ik geef je de microfoon terug. Ja, bedankt. Alsjeblieft. Veel succes en plezier. Ja, bedankt. Ja.